Hartelijk goedemiddag, live video Kamphuis Makelaars. Vandaag de Wiekslagen, ik sta aan de Sperwer en het huis nummer is 1. Geweldige plek, de uitvalswegen, A1, A35 en de Erva Cito binnen een steenworp. Heel gaaf huis, vrijstaand, baden slapen beneden, mooi perceel. Kortom, fijn dat je even meekijkt. De eigenaren hebben plannen en hebben ons gevraagd de verkoop op te starten. En dan weet je het ondertussen. Dan begin ik met een live video om je gelijk maar eens een beeld te geven van hetgeen je kan verwachten als je met mij, met Paul of met Sander komt kijken. Mooie plek. Vrij aan de voorkant. School op een steenworp. En een heel comfortabel huis. Met een mooie tuin. Lekker in de zon. En zeker op zo'n dag als vandaag komt dat prachtig mooi uit. De woning is helemaal naar nu gehaald. Zonnepanelen op het dak. Hybride cv-ketel. Die is nieuw. Die is er net ingezet. Kortom, hier hoef je niet zo gek veel meer te doen om fijn te wonen. Daar is bijvoorbeeld de luchtinlaat van de hybride pomp. Achterzijde van de slaapkamer beneden. En een lekkere vrije plek, hè, zoals je ziet. Maar goed, eerst maar eens even naar boven. Je hebt gezien dat ik hem voor je op Funda heb gezet. Foto's, plattegronden. Die staan daar natuurlijk uitgebreid op. En deze video, nu live via Facebook, ga ik daarbij opzetten voor je. Zodat je die in alle rust terug kan kijken. En hier met de tweede vaste trap kom je op zolder. En dat is echt een prima bergzolder. Daar zou je nog een slaapkamer van kunnen maken zelfs. Want hier zit het licht. Met het achteraan. En als je net zoals de voorzijde gewoon bergzolder wil maken, dat kan perfect. Drie slaapkamers en een badkamer op de eerste verdieping. En een geweldige kamer aan de voorkant. Over de hele breedte van je nieuwe huis. Mooie grote kamer zoals je ziet. Met daar een vaste kastenwand, die laat ik voor nu even dicht, maar kom je kijken, gaat die natuurlijk open voor je. En als je komt kijken, vertellen we ook wanneer de dingen vervangen, veranderd en aangepast zijn. Slaapkamer 1 aan de achterzijde. En dit is slaapkamer 2. Prima ruimtes, prima kinderkamers, hobbykamers, nou ja. Misschien maak je er wel een werkkamer van, het kan. Badkamer boven, zoals gezegd, hè, twee badkamers, want beneden baden en slapen. En dan zie je ook hier een rolluiken. En de douche hier om de hoek. Keurig netjes en verzorgd. Hier begonnen we onze wandeling samen bij de voordeur. En daar gaan we naar boven. Meterkast sla ik voor nu even over. Maar dat soort zaken samen met bouwjaren krijg je natuurlijk allemaal te zien en te horen als je met ons komt kijken. Daartoe zijn onze agenda's beschikbaar en open. Ondanks de meivakantie gaan we erg graag met je kijken. Woon in L-vorm, zoals dat dan zo mooi heet. Schuifbui daar om je tuin in te stappen. Met hier de keuken. Voldoende plek voor het bargedeelte. De keuken zit alles op aan en in voor nu. Ik laat de kasten even dicht zoals je dat gewend bent. Maar kom je kijken, gaan die natuurlijk open. Wat dan ook open gaat is deze kast. Want hierachter was machine droger. De hybride cv-ketel. Je bergruimte inpandig. Ja, dit is natuurlijk heel tof. Slaapkamer beneden. Uitstekende ruimte. Daar het rolluik waar je net van de achterkant tegenaan keek. Ook daar met een schuifpui. En hier de doorloop naar de badkamer. Het
derde toilet. Mooie grote douchehoek zoals je ziet. En het wastafelmeubel. Ja, dan heb je toch een heel gaaf en compleet huis. Zoals gezegd, erg graag gaan we met je kijken. En als je denkt, ja Thijs, en mijn eigen huis dan, hoe ga ik dat dan doen? Ja, we zijn daar erg graag bij van dienst en komen daar vrijblijvend met je over spreken. En wie weet, maak ik dan volgende week wel een video bij jou. En kom je kijken, ik heb natuurlijk alle details, zoals gezegd. Hoeveel zonnepanelen, wat wordt er opgewekt? De airco, hoe zit het? Maar voor nu was dit een eerste indruk. Ik dank je voor het meekijken. Ik wens je een hele toffe dag. Heel graag tot ziens hier. En anders bij de volgende live video van ons kantoor. Ik wens je een leuke dag.